Heb je hier een grote rol gehad? Nee, ik heb hier geen grote rol in. Dat is een bijrol. Een bijrol. En toch heb je dat aanvaard. Waarom? Wel, waarom? Er zijn altijd verschillende parameters. Of hoe moet je dat zeggen? Er zijn verschillende... verschillende redenen waarom je op iets ja kunt zeggen. Je kunt ja zeggen omwille van een scenario, of je kunt ja zeggen omwille van bepaalde mensen waarmee je gaat samenwerken, mensen waarmee je gaat samenspelen, of iemand die je gaat regisseren, of in de crew, dat je denkt van, kijk, voor mij is de keuze dat ik die mensen terug ga tegenkomen, bijvoorbeeld. En bij dit hier was dat voor mij, was dat heel snel. Voilà, ik had een gesprek met Tries en dat was een fijn gesprek. En ik had zoiets van, alright, voilà, we zullen zien wat dat hij daar dan van gaat maken. Dus om financiële reden. Nee. Daar kan ik nog bevestigen, nog ontkennen op antwoorden. Ja. Nee, kijk, pas op, want voordat je het weer weet... Nee, wacht, we gaan dat even serieus doen. Ah ja. Wacht, heb ik hier... gevraagd, heb ik hier een grote rol in, of waarom doe ik dat? Maar heb ik hier geen grote rol in, en dat hoeft ook niet... het personage, voilà, sprak mij aan. En ik zeg het, er zijn altijd verschillende dingen waarop dat je kunt baseren om te zeggen, ja, voilà, voor dat project, ik ga daaraan meedoen of ik ga daar niet aan meedoen. En bij deze hier was dat na een gesprek met de regisseur, voilà, ik vond dat een fijn gesprek met Dries Vos. Dat was waardoor dat ik zoiets had van, alright, ik doe mee. En het personage dat ik mag spelen, is toch niet het meest voor de hand liggende personage ofzo. Een weduwenaar van 40 met twee kleinkinderen die in de zoo werkt. Allee, ik had daar fantasie bij.